Op vlak van export scoort de sector ook zeer goed en dat al reeds verschillende jaren. In 2021 was hier absoluut geen uitzondering op. Sterker nog, België heeft daar een uitzonderlijke rol gespeeld in het ter beschikking stellen van een vaccin. En dat zien we ook terugkomen in de exportcijfers. We zien dus dat in 2021 de export gestegen is met ongeveer 50%. De biofarmaceutische sector is de nummer 1 sector met het grootste handelsbalansoverschot van alle sectoren in België. Het overschot bedraagt ongeveer 23 miljard euro. Vergeleken met het handelsbalansoverschot van België, dat ongeveer 14 miljard euro bedraagt, kan het belang van de sector eigenlijk nauwelijks overschat worden. Concreet is de sector goed voor ongeveer een vijfde van de totale Belgische export. België is dus duidelijk niet alleen het land van het bier en de chocolade, maar zeker ook van de geneesmiddelen en de vaccins. Plaatsen we dit ook weer in Europees perspectief, dan zien we dat ook daar België zeer goed scoort. Het moet eigenlijk enkel en alleen Duitsland, een land dat toch veel groter is, laten voorgaan op vlak van export. En het aandeel van België in de totale Europese export van biofarmaceutische producten is ook ongeveer 1/5. De biofarmasector is natuurlijk gekend als een heel innovatieve sector, maar in België wordt er toch wel bijzonder veel geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. In 2021 een bedrag van 5,2 miljard euro. Nu, dat absoluut cijfer zegt misschien niet zo heel veel, maar als we dat in perspectief plaatsen, is dat toch wel een behoorlijk indrukwekkend cijfer. 5,2 miljard wil zeggen ruim 14 miljoen euro per dag dat we investeren in onderzoek en ontwikkeling. Het is ook twee keer zoveel als wat we investeerden in 2015. Het is meer dan wat Frankrijk en Italië investeren in onderzoek en ontwikkeling, hetgeen toch landen zijn die veel groter zijn dan België. En als we het uitdrukken per inwoner, dan is België absoluut koploper in Europa en volgen Denemarken en Slovenië op plaats 2 en 3 ver achter België. Het is mede dankzij de investeringen van de biopharmasector dat België hoog scoort als innovatief land. We staan als vijfde gerangschikt op het European Innovation Scoreboard en we investeren 3,5% van ons bruto binnenlands product in onderzoek en ontwikkeling. Daarmee staat België samen met Zweden op de eerste plaats. De bedrijfssector speelt daarin een heel belangrijke rol, want de Belgische bedrijfssector investeert 2,5% van het bruto binnenlands product in onderzoek en ontwikkeling. En binnen die bedrijfssector is het de biopharmasector die de grootste investeerder is in onderzoek en ontwikkeling. Liefst 1/3 van de bedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling zijn op rekening van de biopharmasector.